mensen! Leuk dat jullie weer kijken. We gaan het vandaag hebben over radioactiviteit in en om het huis. Ik zou zeggen, veel kijkplezier! Nou, wat heb je nodig? Ja, wat heb je nodig? Geigertellers. Die zijn uit het leger. Deze niet. Deze die komt uit een laboratorium. En die komt uit het leger. Deze daar heb ik zelf het handvat op gemaakt. Er zat geen handvat bij. Dit heb ik geprint. En een fietsenhandvat. Weer geprint. En deze is gewoon origineel, maar daar heb ik deze kabel zelf een plug aan gemaakt. Nou, jullie kunnen dat niet zien. Zelf een plug aan gemaakt. Dit zijn originele pluggen. En dit is de originele zonde, de meetkop, voor de radioactiviteit te meten. Hij is wel slecht scherp. Oh, te dichtbij, ja. Die kan gamma en beta meten. Dus die is niet zo gevoelig. Voor grote straling. En die twee heb ik zelf gebouwd. Dit is een hele gevoelige. En deze is nog gevoeliger, want die is ook groter. Maar de allergevoeligste meter wat ik heb, dat is deze. Die... Voilà. En die hebben heel groot voor te meten. Waar is deze voor bedoeld? Stel, dat is een werkplaats en ik heb hier met radioactief materiaal gewerkt en ik heb die schoongemaakt. Dan kan ik met dit apparaat zo over de tafel scannen of er nog radioactiviteit aanwezig is. Die is heel gevoelig. Die gebruiken ze ook op ziekenhuizen. Dat weet ik toevallig. Mijn vrouw die werkt op het ziekenhuis en die werkt met radioactief materiaal. En zodoende is ook een beetje interesse daar naartoe gegaan. Maar die vertelt al wel eens dingen. Dus ja. En soms vind je wel eens wat tweedehands. En dan kopen we dat en dan kunnen we daar weer mee spelen. Je hebt er eigenlijk helemaal niks aan, maar ja. Ik kan ook roken of naar het café gaan. Nou, het zit nou hierin. Ik heb daar mijn lol aan. En ik denk dat iedereen dat wel heeft. Met postzegels verzamelen of alles. Zo doe ik wel eens wat verzamelen. Ik heb er een hele hoop kijkertellers. Misschien wel een stuk of 20. Maar ja, daar hou ik nog wel eens een keer een ander filmpje over. Ik wou even simpel houden over radioactiviteit in en om het huis. En er is nog links en rechts wel wat radioactiviteit te vinden in de huidige tijd. En dat laat ik zien. Nou, dit klinkt heel dramatisch. En wat jullie zien, dat is de aantal vervallen kosmische deeltjes per seconde. Dat zijn 10 deeltjes die dus hier naar binnen gaan. Je hebt vanuit de natuur heb je gewoon ook al radioactiviteit. Dat noemen ze kosmische straling, om het maar even zo te noemen. Mocht ik het fout hebben? Ja, verbeter het hieronder in de comment. Maar ik ben natuurlijk geen fysicus, hè. Maar dit apparaat dat doet dus al heel nauwkeurig meten en het zijn kosmische deeltjes. Ik ga jullie even uitleggen, een beetje in Jip en Janneke taal, hoe een Geigerteller werkt. Voor degenen die in elektronica geïnteresseerd zijn. Nou, hoe werkt een Geigerteller? Tenminste, hoe werkt zo'n zonde? Of deze zonde? Nou, je moet je voorstellen dat het een buis is. En hier komt
de straling naar binnen. Nou, dan zit hier een pinnetje, dat zit hier geïsoleerd opgesteld. Nou, en dan zetten ze hier, zetten ze de min op. En hier zetten ze de plus op. En hier is die dicht, in dit geval met een Mica venster, met die buis. En met die is het flinterdunne folie, echt flinterdun. Nou, wat gebeurt nou? Ze zetten hier, hier bij deze buis 500 volt. Of 1600 volt. Dat ligt er een beetje aan. En dit is gevuld met een gas. Dit hier is gevuld met een gas allemaal. Ik gum het weer even uit. Dat kan zijn argon, kan dat zijn bijvoorbeeld. Nou, dan zetten ze hier op de plus en de min precies één spanning op. Dat kan zijn 499 volt. Zodat die net niet overslaat, de vonk overslaat. Dus je kan van hieruit een vonk overslaan naar hier. En als er een vonk komt, dan heb je dus even kortsluiting. Nou, wat gebeurt nou? Ze zetten dat zo dat het net niet vonkt. Nou komt hier een radioactief deeltje naar binnen. Ik zal maar zeggen 499 volt staat hier op deze poot hier. En dan komt hier 1 volt naar binnen. Ik is gewoon simplistisch te houden. Komt hier naar binnen. Die tel je dan op bij die 499 en dan wordt het 500 en dan slaat hij door. Dus met 499 slaat hij niet door en plus 1 volt van de radioactiviteit, dan slaat hij wel door. En als je dat 1 keer doet, dan heb je 1 count. Ik kan dat niet anders uitleggen. We moeten dat gewoon zo simpel laten. Zo telt een Geigerteller. Er zijn nog tig andere dingen, maar laten we het maar even zo houden. Dan is het het makkelijkste. Dus je hebt eigenlijk dat hij net niet overslaat. En dat deeltje heeft een bepaalde energie, die radioactiviteit. En dat tel je erbij op en daardoor slaat hij door. En dat gebeurt heel vaak. En dan hoor je dus, net zoals deze Geigerteller, dan hoor je dat. Elke keer als een deeltje daar kortsluiting maakt, dan hoor je dat. Nou, wat doen ze nou? Ze doen die deeltjes, die kortsluitingjes, die doen ze met een transistor schakelen. Ja, moeilijk. Maar het schakelt in ieder geval. Dus het gaat eigenlijk, zal ik maar zeggen, naar een relaisje. En elke keer als het tikje komt, schakelt dat relais 1 keer in. Dus ik zal het ook maar heel simpel als een relais tekenen. Ja, zo gauw als dan die spoel die hier zit, bekrachtigd wordt hier door die buis. Ik teken het echt heel simpel hier aan. Ik zal maar zeggen, dan is dit hier de plus en dan dit is de min. Als dan hier een kortsluiting komt, dan schakelt hij dit contact in. Zo werkt het in werkelijkheid niet, maar laten we het maar even zo houden, want het is anders te ingewikkeld. Nou, dan heb je dus dat contact. Dan staat hier de plus op dat contact. En dan doen ze hier een condensator doen ze vullen. Even kijken, dat doe ik verkeerd om. En dit is de min. Dus elke keer als hij dicht gaat, komt hier bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 2 volt, komt eventjes hier in die condensator. En die condensator, daar hebben ze een weerstand over gemaakt. En die is regelbaar.
Nou, zodat ze die kunnen ontladen met een bepaalde snelheid. Dus hij wordt volgeladen door elke keer dit even dicht te maken. En hij wordt weer ontladen met die potmeter. Nou zetten ze hierover een voltmetertje. Een meter zetten ze hierover. Dus je snapt natuurlijk, als die lang genoeg vol blijft en ontladen blijft, met minder tikjes wordt die dus minder vol en met meer tikjes dan wordt die meer vol. En zo kan je dus die waarde aflezen en hiermee kan je hem dus afstellen, zeg maar. Het is echt heel simpel uitgelegd, maar daar wou ik het ook bij houden en dan weten jullie een beetje hoe een Geigerteller werkt. Dus mensen die nog niet eens weten wat spanning en stroom is, ja, die moeten het vooral helemaal vergeten. Dus, maar ja, zo werkt ongeveer een Geigerteller. Nou, maar ik wil laten zien radioactiviteit in en om het huis. Dus om dat te kunnen meten, heb je deze meter, kan je daar niet mee. Die is bedoeld voor wat zwaarder materiaal. Die, als je een andere proop eraan hangt, dus een andere buis eraan hangt. Je zou deze wat hierin zit, hier aan hangen, kan je dat natuurlijk ook meten, maar dat gaat niet. Je kan dat niet meten met die. Dus ik laat jullie wat dingen zien met deze, omdat deze hele hoge radioactiviteit kan meten. En dat kan die niet. En deze die kan hele zwakke radioactiviteit meten. Dus je kan niet altijd met dezelfde meter alles meten. Deze is bedoeld voor vervuiling en lichte radioactieve deeltjes te meten. Tenminste, dat zeg ik ook eigenlijk verkeerd, maar waar weinig straling vanaf komt, zal ik het zo zeggen, is deze voor bedoeld. En waar veel straling vanaf komt, dat is eigenlijk deze voor bedoeld. En ik heb beide heb ik in huis. Dus waar veel straling in zit en waar weinig straling in zit. En zodoende kom je aan meer meters. Nou, we gaan deze eens aansluiten. Die hebben we niet nodig. Hier heb je een zonde aansluiting. In de Geigerteller-wereld heet dat een zonde. Je kan ook proop zeggen, maar ja, ze noemen het zonde. En we sluiten die aan. Deze heb ik gewoon zelf gemaakt. Door een andere Geigerteller te kopen. Die buis eruit te halen en die Geigerteller weg doen. En dan op deze digitale aansluiten. Dus je kan een kapotte Geigerteller kopen en die kan je, daar kan je nog eens een keer iets van maken. Hè. Nou, we gaan hem aanzetten. Eens kijken, want voor jullie is het natuurlijk altijd wel leuk om dat piepje aan te hebben. Als jullie goed luisteren, horen jullie af en toe een tikje. Het zijn 0,12 counts per seconde. Nou, we gaan eens hem uitzetten. En dan pakken we eens een gevoeliger buis daar aan. De andere was 0,12 counts per seconde. Dus vervallen deeltjes per seconde die binnenkomen. Nou. Kijk, die buis is alweer wat gevoeliger. Die buis is alweer beter, daar kan je dus alweer beter lage radioactiviteit mee meten. Of ja, wel minder deeltjes zijn. Dus die is gevoeliger. Kijk, af en toe vallen er wat meer naar binnen. Het is kosmische straling. Dat zijn nog altijd 0,6 counts. Dus nog niet eens 1... een vervallen deeltje per seconde eigenlijk. Hij rekent dat uit. Pak je nou deze. Dat hoor je al.
veel meer deeltjes per seconde. Nou zit hier in de deksels in een proefbronnetje. Zodat hij wat meer aangeeft. Dan kan je testen of die nog klopt. Nou, we gaan dat met hem ook doen. Nou, als we nou met die bron hierop gaan. Ja, dan geeft hij al wat meer aan. 10 counts, 12 counts per seconde. En dan gaat hij weer verder met de achtergrondstraling. Dus wil je nou deze bron meten, dan moet je daar dus die achtergrondstraling daarvan aftrekken. Nou, dan heb ik hier een doosje. Daar zit radioactief materiaal in. En hoe weet ik dat? Je kan het namelijk niet zien. En we zien dat we 10 counts per seconde hebben. Als ik het bij het doosje hou. Ik zal hem maar uitzetten. Meet die al een hele hoop radioactiviteit. Wat hierin zit. Ja. En nou komen we tot het thema. Radioactiviteit in en om het huis. Wat kom je allemaal tegen aan radioactiviteit? Kijk, ik pak het gewoon vast. Oeh! Nee, is niks aan de hand. Dit is een zoutvaatje uit de 50er jaren. Deze vroeger het zouden. Zout voor op je ei. Stond gewoon naast je. Het klokje. In je wekker. Iedereen kent het wel van vroeger, tenminste de oudere kijkers. Het zit in een plastic zakje, waarom? Dat bladert er vanaf. En dan komt het aan mijn handen. En dan eet ik het op. En dan zit het in me. Hetzelfde als dit hier. Een klokje uit een vliegtuig. Heb ik ook vastgelijmd, afgeplakt. Gaat niet meer uit het doosje. Waarom? Daar zit radium. Ik zeg het volgens mij goed. Radium zit erop. Dat is verf. En die verf die geeft ook licht in het donker. En dat bladert er ook vanaf. En dat spul, dat heeft als nare eigenschap dat dat als calcium gezien wordt door je lichaam. Dus dat slaat op in je botten. Dat is nou net een plek waar je het niet wil hebben. Wat hebben we nog meer? Een dingetje uit de rookmelder. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Voor de lassers onder ons. Tichtstaafjes met een rood bandje. Slijp ze niet met een zonder mondkapje. Slijp niet zonder mondkapje, want dat zit hierin. Als je gelukt hebt, hoes je het weer uit. Deze die heb ik doorgebroken. Onder water. Maar je doet het opeten. Het komt in je lichaam terecht. Als het in je long vast blijft zitten. Als lasser zijnde. Denk daar aan. Daar krijg je longkanker door. Door dat dingetje. Het ziet er zo onschuldig uit. Dit is iets gesloopt uit een Geigerteller. Dat is een eikbron. Dit is een dingetje van de wat in de brandmelder zit. Kijk, het zit zo erin. Ik krijg die wel eens van mensen, oude brandmelders, en dan sloop ik die. Een mooie eikbronnetjes kan je daarvan maken. Voor Geigertellers de eiken. Kijk, dat heb ik ook gemaakt. Er zit ook zo'n bronnetje in. Die kan ik op maat schroeven. Dan kan ik met iedere Geigerteller dat vergelijken.
Nou, en dit, dat is een gloeikousje van zo'n oude gaslamp, of ja, een benzinelamp, zo moet ik het zeggen. Ook leuk. Dat is nu niet zo gevaarlijk, omdat het nog in stof zit. Maar als dat gloeikousje gebrand heeft, dan brokkelt dat en dan wordt dat ene grote puf, wordt dat. Die puf, die adem je in. Je snapt het natuurlijk wel. Zit het weer in je longen. Dus, ben daar voorzichtig mee. Ook klokkenmakers. Als je een horloge uit elkaar haalt. Je ziet het niet. Hoe vaak zijn mensen niet aan het roken? Ze zitten met hun handen eraan. Met de handen aan een sigaret. Ze roken en ze hebben het al opgegeten voordat ze de ergen hebben. Of een boterhammetje tussen de middag even erbij. Ja, heerlijk. Ja. Ja, nu ik dat hier al op tafel heb liggen. Niet die geierteller al meer. Hou ik daar nou mijn hand voor? Kijk. Nou hou ik dat tegen. Haal ik de hand wel weg. Komt het wat terug. Dus we zitten nu met veel radioactiviteit te werken. Ik heb de pieptoontjes even uitgezet, want daar word je helemaal knetter van. Nou, dan pakken we dat zoutvaartje hier. En die meten we. Dan zijn dat 6,5 counts per seconde. Dit is niet veel. Die tikstaafjes, ik heb ze naast elkaar, anders kan je ze bijna niet meten. Er zijn al 8 counts. 9 counts, hij is nog aan het tellen. Zeg maar 9 counts per seconde. Het gloeikoosje. Zijn al 13, 15 counts, 16 counts. Ja, ligt eraan hoe dicht dat ik hem erbij hou. Maar ik wil niet dat dit hier aankomt. Want dan zit dat hier in. En dan werkt die proop niet meer. En zo heb ik heel veel dingen die ik kan meten. Kijk. 37 counts. Mijn vliegtuigglaasje. En dit is ook een hele goeie. Dat zijn er bijna 500 counts per seconde. En de rookmelder hebben we ook nog. Zeg maar 2500 counts per seconde. Dus. Dat is ook vrij radioactief. Hier komen wij nooit meer vanaf van dit spul. Alles wat hier op tafel ligt, dat maken we niet meer mee. Dan is YouTube al, bestaat al niet meer. Als dat vervallen is. Dan zeiden ze, een miljoen jaar geleden hadden ze YouTube. Ja. Nou. We gaan eens kijken wat we in huis nog vinden aan radioactiviteit. Want ik heb natuurlijk al rondgeneust met mijn meter. En ik heb wat gevonden. Met die meter. Nou, we gaan op jacht. We gaan jagen. Ja, ik heb natuurlijk al gezocht. Ik weet waar het zit. Zien jullie nou het getal? Ja, zo 8,5, 9, 10 counts per seconde.
Hoe kom ik hier bij mijn tegels van mijn keuken? Kijk wat gebeurt. Die is radioactief. Hoe kan dat nou in deze tijd? Die zijn 20 jaar oud, die tegels. 20 jaar geleden mocht dat al niet meer. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat dat komt. Dat die radioactief zijn omdat dat uit de bergen gewonnen wordt. Je hebt in de natuur gewoon radioactiviteit. En dat zit daar volgens mij gewoon in het gesteente. En dat wordt vermalen en zit hierin. Nou, we gaan nog een meting doen in de keuken. Ook niet zo hoog. Ook al wat meer radioactief. We gaan nu naar die tegels die wat ik heb. Nou, dit zijn de tegels in de keuken. En wat zie ik? Die zijn inderdaad radioactief. We gaan eens naar de vloertegels. Minder radioactief. Eigenlijk als je lang wacht zie je dat de meter zakt. Dus dat is gewoon de achtergrondstraling wat ik meet. Daar zal wel iets in zitten, niet veel. Deze hier in de keuken. De bijkeuken. Dat zakt, dat gaat wel. Die zakken ook. Maar de tegels in de keuken. Die zijn. Ja. Radioactiever, zal ik het zo zeggen. Die stralen net zoveel uit als de achtergrondstraling. Nou, eens even kijken. Dit zijn die steentjes, die zijn niet radioactief. Maar mijn vensterbank. Ietsjes meer. Ah, ik ben nog in twijfelen. Ja, iets meer. Niet veel, maar iets meer. Nou, ik ben op de zolder. Ik heb nog een legerzender, een GRC 9. En die is wel radioactief. En goed ook. Ik had niet gedacht dat die zo radioactief was. Hier onder minder. Maar blijkbaar hier. Bij die knoppen hier. Dus daar zit allemaal radioactief materiaal op. Dan weet ik niet. Als we de lamp uitdraaien of we het zien. Nee, is niet opgeladen. Ja. We gaan nog eens een zender zoeken. Nou, dit is een RT70. Eens kijken hoe die is. Ja, die is ook radioactief. En die is hier rechts, is die radioactief. Zodat hier dat kabeltje zijn. We gaan de kabeltjes eraf halen. Maar nou willen we weten wat het is. Hè. Nou, eerst zonder kabeltje. Dat weten we ook al meer. Hè. Nee, zie je. We schuiven die opzij. En nou het kabeltje.
apart. Nou is het weg. Of komt dat nog omdat hij hier staat? Oeh, kijk. Nou, ik denk niet dat die set radioactief is. Het was straling van deze set. Ja. Nou, zo kan je zien dat je goed moet opletten wat je doet. Dus bij deze set moet je geen boterham eten. Nou, dan smeten met de deksel erop. Tja. Het is de lak. De cijfertjes die erop zijn geschilderd. Ja. Zeer gevaarlijk. En deze zal wel niet radioactief zijn. Nee. Had ik wel gedacht. Dat is een SAM 35 is dit. Moet altijd even nadenken. Het doosje met reservebuizen van een GRC9. Nee, niet. Even kijken hoe het open gaat. Zijn de buizen radioactief? Ook niet. Ook niet. Nou, dan laat ik die ook nog even zien. Ik weet niet of mensen vroeger naar het E-team keken. Die hadden zo'n... Zo'n zender hadden die. Ik laat dat nog wel een keer zien in een filmpje allemaal. Hoe dat allemaal werkt, dat spul. Nou, ik heb ook nog meer. Ik heb zelfs een glas, heb ik. Dat dronken ze vroeger uit. Dus wat je hierin doet, wordt niet radioactief. Hè? Dus niet dat jullie denken, oh dat wordt nou radioactief als je dat erin doet. Nee, als je nou hier aan gaat schuren en die... Glasdeeltjes die vallen in je glas en die drink je op. En ze gaan weer via de urinebanen en via de ontlasting weg. Dan heb je dat niet meer in je lichaam. Maar blijft dat zitten, heb je natuurlijk weer een probleem. Kijk, met deze zonde kunnen we dat meten. Hij wil niet goed scherpstellen op dat... Ja. Yeah. Zien jullie dat? Nou kunnen we op dit potje gaan kijken. Daar hebben ze oranje lak op gebruikt. Nog even goed doen. Kijk, die oranje lak. Die is ook radioactief. Ga ik nou naar de zijkant van dat potje. De bruine lak. Dat is de bruine lak. Kijk, daar zakt die weer. Ga ik dan weer naar het oranje. Zo stijgt dat. Zo hebben ze dat in vaasjes gedaan. Misschien heeft je oma dat nog op het kastje staan. Of deze kandelaar zit dat ook op. Kijk, als ik dat bruin hier meet. Niks aan de hand. Ja, dat zal wel wat zijn. Die heeft dat misschien met vuile vingers opgezeten. Toen die dit deed verven. Nou. Ik wou jullie dat laten zien. Ik vond dat leuk. Nou. Dit was het filmpje over radioactiviteit in en om het huis. Dus vanavond alle lampen uit en kijken waar het begint te gloeien.
Dan weet je waar het zit. Vonden jullie dit nou een leuk filmpje? En wil je je abonneren? Dan moet je op de robot klikken of op het abonneerknopje duwen. Maar klik ook op het belletje, want ik heb geen uploadschema. Ik kan het 100.000 keer zeggen. Geef mij ook een duimpje omhoog. Dat waardeer ik. Ik bedank alle kijkers en alle mensen die al geabonneerd zijn en die dat nog gaan doen. Die dit gaan doen, hè. Iedereen gaat nou abonneren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Dag, dag.